Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe begrepen video over werken met R Studio. Vandaag gaan we kijken naar de soorten variabelen die we kunnen gebruiken en naar een aantal basisfuncties en bewerkingen die we daarop kunnen toepassen. Zoals we in de vorige video gezien hebben, starten we met eerst ons cursusscript te openen, waar we alles wat we zullen leren in noteren en een apart script om in te oefenen, een soort oefenscript. Dus we hebben er twee openstaan: het cursusscript en iets wat bij mij nog niet opgeslagen is, maar wat ik dadelijk zal opslaan als een oefenscript. In de vorige video leerden we de basis van het werken met variabelen, hoe je eenvoudige bewerkingen kan uitvoeren met operatoren en hoe je variabelen kunt opslaan. En in deze video gaan we nog wat beter kijken naar de soorten variabelen die we hebben. En enkele eenvoudige bewerkingen en functies daarop toepassen. Welke soorten variabelen hebben we? We hebben in grote lijnen drie soorten variabelen. We hebben numerieke variabelen, tekstvariabelen en logische variabelen. We gaan beginnen met te kijken naar de numerieke variabelen. Een integer is een geheel getal, positief of negatief, als het maar geen komma getal is. Een dubbel is dan weer, bij benadering, een reëel getal. Dus een getal met enorm veel cijfers na de comma. Zolang het maar niet eindeloos veel cijfers zijn, want dan kan er niet correct weergeven. Complexe getallen, dat zijn de complexe getallen uit de wiskunde, die we waarschijnlijk niet ongelooflijk veel gaan tegenkomen. Numerieke variabelen, dat wil zeggen dat we er wiskundige bewerkingen op kunnen toepassen. We zullen even een variabele creëren, var, en we steken daar de waarde 16 in. We voeren uit en we zien var is 16. Wat kunnen we daarmee doen? Een eerste bewerking die we kunnen uitvoeren is de wortel ergens van trekken, de vierkantswortel. Dat is de functie square root en dan haakjes. Tussen de haakjes komt het argument van een functie. Dat betekent waar gaan we de functie op toepassen? In dit geval gaan we de functie toepassen op de variabele var. We voeren dat uit. En dat geeft ons 4, want de vierkantswortel van 16 is 4. We gaan een tweede variabele creëren. We noemen die heel origineel var2 en daar steken we de waarde Min 5 in. Dan gaan we een andere functie toepassen, namelijk de absolute waarde. We gaan de functie toepassen op variabele 2. En dat geeft ons dan uiteraard de absolute waarde van variabele 2, zoals de bedoeling was. Nog een aantal andere functies die op numerieke variabelen kunnen uitvoeren is afronden. Round. Dan gaan we een getal afronden op een aantal decimalen of op een geheel getal. We zullen variabele 3 creëren en daar steken we de waarde 3.5678 in. En we gaan variabele 3 dan afronden. En dat geeft ons 4, want we volgen de regels van de wiskunde. Alles vanaf 5 gaat naar omhoog. Als ik deze waarde 3,5678 toch naar beneden wil afronden, tegen alle wiskundige principes in, dan gebruik ik de functie floor, die dan altijd naar beneden afrondt, want de vloer ligt beneden. En als we altijd naar boven willen afronden, dan gebruiken we de functie ceiling, want het plafond is altijd boven. We kunnen ook de functie round gebruiken om op een aantal decimalen af te ronden in plaats van op gehele getallen. Dan gebruiken we opnieuw de functie round, we geven opnieuw de variabelen in, en daarachter voegen we het extra argument digits toe. Digits het aantal decimalen waarop je wil afronden. Als ik de variabele 3 wil afronden op 2 digits, geef ik digits 2 in en we runnen dat. En dan krijg ik 3,57 in plaats van de 4 digits die erin stonden. Alles wat we tot nu toe berekend hebben is ondertussen weg. Het enige wat opgeslagen blijft zijn mijn variabelen in de environment. Als ik dus mijn afronding of mijn square root of mijn absolute waarde wil opslaan, moet ik dat in een variabele doen. Als ik variabele 3 wil opslaan als een variabele met maar 2 decimalen, Typ ik variabele 3. We steken daar een nieuwe waarde in. En de nieuwe waarde die we daarin steken is deze. En dan zie je dat de waarde van variabele 3 zich aanpast. We kunnen ook numerieke variabelen van variabele soort veranderen. Ik maak even een vierde variabele aan. Variabele 4 steken we de waarde 3 in. Zo, we zien variabele 3 is waarde 3. En nu ga ik even vragen via de functie die we nog kennen van de vorige video welk type variabele dat is. Var type of var 4. En variabele 4 is een dubbel. Wat betekent een decimaal getal? Maar var 4 slaat op het aantal kinderen in een gezin. En het aantal kinderen per gezin is sowieso een geheel getal. Je kan geen 3,5 kinderen hebben. Daarom ga ik variabele 4 herdefiniëren als een integer. Want ik wil een geheel getal. Wat moet er in de variabele 4 komen? s integer var 4. We gaan opnieuw het type opvragen. En nu krijgen we dat var 4 een integer geworden is. Dus numerieke variabelen. We hebben de integer voor gehele getallen, dubbel voor decimale getallen en complex voor complexe getallen. We hebben een aantal eenvoudige functies die we daarop kunnen toepassen: de square root, de absolute waarde, het afronden, het standaard afronden naar beneden, het standaard afronden naar boven, het afronden op een bepaald soort decimalen en het opvragen van het type. Dan gaan we kijken naar de tekstvariabelen. Bij onze tekstvariabelen houden we het voorlopig bij karakters. Later zullen we er nog een paar extra zien, maar voor nu kijken we alleen naar letterlijke tekst, letterlijke karakters. Wat zijn dat bijvoorbeeld? Namen. Namen zijn een typisch voorbeeld van een karakter, net zoals bijvoorbeeld e-mailadressen of gewoon tekstinput. Ik ga een nieuwe variabele creëren, en we gaan die weer heel origineel gewoon var met een vervolgnummer noemen var5 en in var5 zetten we een naam Tom Janssens En we zien dat Tom Janssens toegevoegd wordt. Tom Janses is een architect en die heeft ook een e-mailadres namelijk tom.janssens@arco.be en we zien dat variabele 6 ook gewoon als platte tekst opgeslagen wordt. Dat is voorlopig eigenlijk alles wat je moet weten over tekstvariabelen. We kunnen van tekstvariabelen geen integers gaan maken, maar dat kan wel omgekeerd. Bijvoorbeeld het architectenbureau van Tom Janses ligt in Antwerpen in de postcode 2018. In VAR 7 sla ik dus de postcode op van Tom Janssens architectenbureau. VAR 7 2018. Wat voor een type variabele is dat? Een dubbel. Dit is een decimaal getal. Dat klopt niet. Een postcode is niet iets waar we mee gaan rekenen of waar we bewerkingen op gaan doen. Niemand heeft ooit gevraagd geef mij het gemiddelde van alle postcodes die in ons klantenbestand zitten. Dit zou eigenlijk moeten opgeslaan worden als platte tekst. In dat geval doen we wat we ondertussen al kunnen. We gaan variabele 7 opnieuw toekennen, namelijk S. character van variabele 7. We vragen opnieuw de type of en nu is het een character. Je ziet het verschil aan de aanhalingstekens die er hier zijn bijgekomen. Dus een numerieke variabele staat gewoon leesbaar als een nummer waar een karakter, een tekstvariabele, tussen aanhalingsteken staat. De laatste soort van variabelen waar we het in deze video over gaan hebben zijn de logische variabelen. Dat wil zeggen iets is waar, true, of iets is niet waar, false. En dat zijn de enige twee waarden die een logische variabele kan hebben. We gaan gewoon verder met onze variabele, variabele 8. Wat stoppen we in variabele 8? Een juist of fout waarde. Dus laten we stellen: 15 is gelijk aan, let op, 2 is gelijk aan tekens, 16. Ik sla dat op en we krijgen de waarde: variabele 8 is vals, want dit is uiteraard niet waar. We gaan even een andere operator toevoegen. Uitroepteken is gelijk aan, betekent is niet gelijk aan. 15 is niet gelijk aan 16, dus mijn waarde zou nu true moeten worden, want het is waar dat 15 niet gelijk is aan 16. Nu is het weer true. 15 is groter dan of gelijk aan 16. Vals, kleiner dan of gelijk aan 16. True. En zo kunnen we blijven verder gaan. 15 is groter dan 16 is ook vals. 15 is kleiner dan 16 is weer true. Dat zijn logische variabelen. Die zijn true of false. Dat zijn de belangrijkste soorten variabelen die we voorlopig gaan gebruiken en ook een aantal functies die je daarop kan toepassen, voornamelijk wiskundige functies. Gebruik wat je in deze video gezien hebt om je cursusscript verder aan te vullen en blijf zeker kijken voor volgende video's over hoe je werkt met RStudio. Dat is meteen het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Meer video's vind je op het kanaal, waarop je je gemakkelijk kunt abonneren, of op onze website www.begrepen.be. Volg ons ook zeker op onze socials, je kan ons vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. De links staan onder deze video in de beschrijving. Geef deze video een like, en deel hem met al de mensen die je kent. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Tot een volgende begrepen.be.